Yes, welkom bij de Bolle Podcast Show. Mijn naam is George en vandaag heb ik niet één, maar liefst twee gastsprekers tegenover zitten uit de Bolle community. Um, we gaan het ook vandaag vooral hebben over de onderneming. Hè, hoe is de onderneming precies gegroeid? Um, wat hebben ze precies aan Bolle gehad en wat is de impact van Bolle op de business? Dus uh, Henry, Christy, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn en uh, we hebben natuurlijk ook elkaar al vaker gesproken op de evenementen via Facebook, uh, dus we kennen natuurlijk elkaar al een langere tijd. Um, maar voor de luisteraars kunnen jullie misschien even introduceren wie jullie zijn en uh, ja wat jullie precies doen. Ja, ik ben Christy. Nou ja, ik ben Henry. Uh, we zijn inmiddels 2021 gestart met onze bolonderneming. Yeah. Um, Christy was denk ik een jaar of vier daarvoor al bezig van ja ik wil de handel in, maar hoe ga ik dat doen? Ja. Yeah. Uh, Vertel het verhaal maar, uh, hoe jij... Ja, wij zijn eigenlijk werkten we beide voor een baas. In eerste instantie ben ik in 2016 voor mezelf begonnen, op een heel ander vlak. En uh, ja, hij is langzamerhand gestopt. En we zeiden, we willen eigenlijk toch graag een mooi bedrijf bouwen... om te kijken waar we voor langere tijd ook uh, meer vooruit kunnen, zeg ja. maar. Um, ja, toen zijn we eerst een tijd op zoek geweest eigenlijk... vooral naar, hoe gaan we dat aanpakken? Verkopen is leuk, maar als we iets ja. doen, willen we het goed doen... Um, ja, en uiteindelijk zijn we bij Boldu terechtgekomen. Ja. Hè? En toen begon heel ons avontuur. Ja, zo. Dus het is ja. ook echt daadwerkelijk bij Boldu. Dat was voor jullie het moment van: oké, okay, we gaan nu de e-commerce in. En we gaan gewoon gas geven, daar komt het vooral op neer. Ja, jij, jij trof eerst. Wie kwam we eerst tegen? Ja, we, via YouTube kwamen we een filmpje tegen ja. iemand. Toen zijn oh, ja. we al oh, in de facebook community Toen zijn we verder gaan in zoeken, in ja. inderdaad. Bolle terechtgekomen, dus gevolgd. Ja, ja. precies. Oké, okay. en wat, wat deed je eigenlijk hiervoor? Want je had dus al een onderneming. In welke sector zat je? Communicatie, communicatie. Dus eigenlijk het stukje adviseren van bedrijven mm. uh, daarin. Um, daarvoor heb ik eigenlijk altijd trainingen gegeven, ook op het gebied van communicatie. Ja. Um, dus dat was voor de hand liggend. Ik wou graag voor mezelf beginnen, omdat mm. de kinderen uh, naar de basisschool gingen en uh, nou, wat flexibiliteit wilden we graag. Ja. Um, ja, zo is het eigenlijk gegroeid. En okay. dat viel ons goed. Dus vandaar... Uh... The rest is history. Yeah. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. En hoe, hoe ging het eigenlijk in de beginfase? Want ik kan me wel voorstellen, je komt in een community, onbekende omgeving. Je stapt ook eigenlijk hè, uit je comfortzone. Jullie ja. gaan de e-commerce in. Dat is niet iets ja. waar je per se kaas van hebt gegeten. Hey. Hoe zijn jullie in de beginfase, uh, hoe is de onderneming überhaupt van start gegaan? Uh, onze onderneming is eigenlijk vrij rustig begonnen. Mm -hmm. uh, want haar... we moesten op een gegeven moment moesten wij gaan kiezen. We hadden De bol, hadden we het staan, cursus gevolgd. Aantal producten aangeschaft, nou, um, Ska gaf het zelf ook al aan. Mm. Gelijk gigantische blunder gemaakt. Veel te groot product, laten ja. ontwikkelen, niet wat het moest zijn, kwaliteit mm. slecht. Je kent het vast wel, <laughs> ja, iedereen, ja, ja. iedereen herkent het zich wel. Ja, ja. Um, ja, toen kwamen we eigenlijk op het punt dat de ouders, die hadden hulp nodig, want we hadden wat, wat, hadden wat problemen mm. met familieleden, uh, verbouwingen gedaan. Konden ze twee dingen doen, heel het spul verkopen, zeg maar, ja. een boerderij met, met, bij, met bijna 4 hectare grond, of... Ja, toch proberen op te knappen en zorgen dat de vergunning opkwam. Nou, Daar ja. hebben we gigantisch veel tijd in gestoken. Dus eigenlijk hebben wij uh, ja, het eerste jaar... Ja, hebben we wat rustiger aan Hebben we wat rustiger ja, ja. Eigenlijk gewoon de drie, vier producten en that's it. Mm -hmm. ja, en toen, uh, ja, door omstandigheden, is het verhaal met de ouders helemaal uit de klauwen gelopen. Ja, ja. Helemaal afgekapt en klaar. Ja. Um, nou Vervolgens inderdaad zijn we verder gegaan. En toen kwamen we op een product dat ik heel interessant vond. En mm -hmm. zij, zij twijfelde, want het was toch CE. nou oh, ja. Nou... nou wikken en wegen toch door hem ingestapt. En dus uiteindelijk is dat nu onze topper. En daar zijn we gewoon heel blij mee. We hebben een redelijk klein assortiment. Ja, en met het onderzet die wij draaien, denk ik dat we het gigantisch goed doen. Wat ik net al aangaf, wij waren eigenlijk gewoon één doelstelling. We willen ieder jaar een keer zo groot worden als wat we nu doen. Zodat we alles redelijk binnen de perken kunnen houden. Alles kunnen overzien wat er gebeurt. En niet in één keer naar Sky High gaan. En dat je erachter komt van... Ja, wat zijn wij... Dat bij je tegen gaat werken. Ja, oké. Dus... En dat is ook eigenlijk een bewuste keuze geweest. Want ik hoor je al zeggen, we hebben een klein assortiment. En vaak is ook de keuze van, joh, ga ik nou, uh, ga ik nou in verschillende niches gaan? Ga ik dan, ga ik dan me meerdere niches verkopen? Of ga ik zeggen van, joh, ik wil een aantal producten. Die wil ik uitspelen en ervoor zorgen dat ik daarmee ga opschalen en ga groeien. Dat is volgens mij voor jullie wel een bewuste keuze geweest. Ja, 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 zeker. Ja. ja, we hebben een... Uh... Weet je, we hebben wel gekeken van goh, wat slaat aan, natuurlijk. Yeah. We zijn ook met een paar producten begonnen. We hadden mm -hmm. eigenlijk eerst, wat hij al zei, een heel groot product. Toen hebben we kleine producten bijgekocht. Omdat ja. we dachten: hé, hey, eens kijken hoe dat loopt. Mm -hmm. Dat liep wel. Mm -hmm. um, ja, als jij een product hebt wat gewoon goed loopt. Ja, we zijn daar ook in gaan optimaliseren. Kijken ja. naar de reviews. Kijken wat vinden klanten nou belangrijk Ook bij uh, concurrenten. Hè, ja. Van, goh. Wat zijn nou dingen waar ze tegenaan lopen? Mm -hmm. Nou, daar hebben we ook verbeteringen aangebracht. Um, en ja, wat belangrijk is voor ons, is, een, is het assortiment wat we hebben en het merk wat we hebben staan, mm -hmm. om dat gewoon stevig neer te zetten. Ja. En, hè, als we daar ook een product bij zetten, dan hebben we daar ook goed over nagedacht voordat we dat lanceren, mm -hmm. dat we ook gewoon uh, ja, een stabiel merk aan het bouwen zijn. Ja, juist, ja. ja precies. Oké. Okay. En nou, jullie runnen natuurlijk de onderneming met z'n tweeën. Um, hoe bundelen jullie de krachten? Want waar ben jij goed in en waar ben jij goed in? Ja, wij, wij zijn eerst deden we eigenlijk allebei uh, alles zelf. een beetje. Ja, 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 om, ja. Uh, vooral. Ja, ik denk dat het een stukje onzekerheid was. Mm -hmm. uh, van ja, doe ik dit wel goed? Doe ik dat wel goed? Mm -hmm. En niet dat wij hele onzekere personen zijn, maar ja, het is niet. Uh, je begint helemaal nieuw. Wij, ja. wij wisten eigenlijk helemaal niks. We wisten nog niet wat een EAN-code was. Ja, dus ja, 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 ja. Het was allemaal heel nieuw. Maar je ja. merkt op een gegeven moment. Hey, uh, ik was op een gegeven moment de teksten aan het schrijven. Hij is heel goed uh, in de boekhouding. Mm -hmm. Nieuwe producten zoeken. Uh, ik help hem daar wel eens bij, omdat we allebei op een andere manier er tegenaan kijken. Maar ja. hij filtert bijvoorbeeld alle producten en kijkt ook. Uh, ja, hoe pak ik dat aan en wat heeft de meeste kansen? Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld weer het contact met de leveranciers, heb ik weer het meeste. Ja, uh, ja dus we hebben eigenlijk de taken nu steeds meer verdeeld. Ja. En wat we ook hebben, we proberen ook wel steeds meer dingen ook bij een ander te laten leggen. Mm -hmm. Listing bouwen, tekst laten schrijven. Ja. Uh, weet je wel, dat wij ook gewoon wat meer kunnen aansturen en wat minder alles zelf hoeven te doen. Precies, ja. ja zodat je ook kan groeien, want je kan niet alles, uh, alles meer zelf opnemen. Nee, is zeker. Tussen wat. Ja, ik denk je inderdaad, hè, dat, ik weet nog wel, we hebben dat tijdje terug toevallig ook een keer over gehad. Dus jullie op een gegeven moment per proces gingen kijken van oké, okay, wat kunnen we uitbesteden en wat ja. moeten we wel binnenboord houden en zelf oppakken. Ja. Ja, ik denk dat daar, dat is best wel een belangrijke factor ja. ook wel. Want als je te veel met, met zoveel zaken zelf bezig bent, überhaupt ook taken, ja, wat je, wij zelf niet per definitie goed in bent, ja. maar wij wel, hè, bijvoorbeeld een listing designer, Ja. ja. Dat kan, een listing zijn natuurlijk vele, vele malen beter dan iemand die het voor de eerste keer probeert, bij wijze van ja, spreken. Ja, absoluut. En, ja, het is goed dat jullie daar in ieder geval wel bewust mee bezig zijn. Dat dus je hebt gezegd van, joh, we gaan alles even, eh, even een helikopterview. Ja. Wat moeten we nou precies uitzeden en wat houden we binnenboord? Ja. Um, zijn er ook misschien, eh, misschien is het wel interessant om op verder op in te haken. Want een onderneming, eh, zeg ik eigenlijk altijd, je moet zo snel mogelijk fouten maken. Zo snel mogelijk op je ja. bek gaan. Wat zijn de fouten of de uitdagingen die jullie hebben gehad? En hoe hebben jullie dat geëlimineerd om weer verder te groeien? Uh, nou, ik denk onze grootste fout, wat ik net al aangaf, een van onze eerste producten. Ja, mm -hmm. het, het zag er super uit. Het ja. was echt, en ik blijf er nog steeds bij, de kans krijgen om het op een andere manier te doen, met een goede leverancier. wil ik er zeker nog een keer instappen. Ja. Maar het was gewoon, dat willen we, wie kan het maken? En eigenlijk te veel andere leveranciers aangesproken. Ja. Geen sample laten opsturen, niet te veel de controle gehouden over heel de situatie. Dat ja. is eigenlijk onze grootste fout geweest, denk ik. Ja, dat denk ik wel. En ook. Uh... Ik denk wat we nog wel een grote fout is geweest, we hadden best een mooi product. De sales gingen heel hard, ja. waardoor wij het ongeveer dubbele bij hadden uh, laten maken. Alleen uiteindelijk kregen we veel retouren. En dat was gewoon niet slim. En toen waren we eigenlijk best wel verder in ons proces. We hebben, een, uh, we hadden, we hebben één merk staan en toen hebben we nog een merk erbij uh, uh, gemaakt, zeg maar, gebouwd Ja. Um, ja, je koopt in en je denkt, hey, het gaat zo snel, we moeten wel uh, beginnen weer met produceren. Want dat duurde nog 10 tot 15 dagen en uiteindelijk ja, krijg je te veel retouren. Nu is dat uiteindelijk wel gestabiliseerd. Maar achteraf gezien denk ik, we hadden iets rustiger aan moeten doen. We hadden het beter een week extra kunnen geven of twee weken om te kijken... Hoeveel retouren krijgen we nou? Wat zijn de redenen van de retouren? Zodat we beter hadden kunnen inschatten. Ja. Is dit ook iets waar we echt mee verder willen? Want nu zitten we op een punt. Hey, misschien hadden we een beter, een ander model kunnen kiezen. Waar we minder retouren. Want uiteindelijk ligt het toch aan het. Niet zozeer aan de kwaliteit, maar wel aan het type. Waardoor ja. mensen toch zeggen: hey, ik had toch net wat anders verwacht. En dat is gewoon uh, ja, jammer. Ja, ja, toch te we dan misschien. Ik denk dat het ook wel voor zich spreekt. Iedereen heeft natuurlijk ja. vooral de beginfase. Wil je zo snel mogelijk meters maken en product online hebben. En ja, ja. En dan... Niet, en juist uitverkocht raken. Ja. Want dat is het ja. ook. Want je ja. positie, dat hebben we een keer eerder gehad. Je positie schiet zo omlaag. Ja. Uh, dus wij wouden zeker zijn. En we hadden ook zoiets van, nou, dan pakken we het gewoon goed aan. Mm -hmm. En uiteindelijk denk je, hé, hey, maar dan heb je daar heel veel geld geïnvesteerd. Terwijl als ik wat meer geld bij een ander product had gedaan... had ik waarschijnlijk wat meer balans gehad. Maar, ja, goed, ja, maar dat zijn wel dingen, daar leer je alleen maar van. En ja. de volgende keer uh, denk ik wel dat we dat iets anders aanpakken. Absoluut. Iets rustiger vooral. Ja. Uh, ja. Ja, ja, zij, is wel, zij, zij heeft vooral nog eens iets van... ik wil dit hebben en dan, dan rem ik het wel af. Maar mm -hmm. soms zijn we alle twee zo overtuigd. ja, en dan, en dan wil het wel eens verkeerd. Ja, nou, ja, dat kan ja, ook af zijn. Ja, ja absoluut. Ja. Is dat dan vooral omdat jullie dan acteren op gevoel? Of... Uh, want Hey, je hebt natuurlijk ook data waar je op inspeelt. Maar is dat Zeker. dan vooral een gevoelskwestie? Of? Nee, het is wel echt data. Ik denk, ja. ik, ik denk een combi van. Een combi. Ja. Ik denk dat het de een combinatie is van. Ja, maar ik denk vooral in het beginproces... dat je dan uh, even goed moet kijken van... goh, hoe loopt ook de verkoop? Maar mm -hmm. het, is het zo stabiel als dat je denkt, zeg maar? maar ja. Ja, weet je... Het, ik weet niet of je het altijd 100% kan inschatten. Want het blijft altijd wel van... ja, uh, wacht ik wat langer en raak ik daardoor... want dan waren we gewoon 100% uitverkocht geweest. Ja. of ja, dan neem je die stap wel. Maar ja, ook, ook kleine tussenstappen leer je alleen maar van. En ik denk dat iedereen die, die fouten maakt op, op een bepaalde manier. En dat is ook ja. alleen maar mooi, want elke fout die je maakt, wat wij wel altijd doen, is van: hé, hey, wat hebben we nou eigenlijk hier? Wat hadden we hier anders kunnen doen? En wat kunnen we de volgende keer beter doen? Omdat, uh, om dat ook, ja, te voorkomen. Ja. In ieder geval uh, ja. Ja, wat beter aan te pakken. Ja. Part of the process toch? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. En hoe pakken jullie dat nu aan? Want stel, hè, we gaan nu even kijken naar. Stel, je hebt een potentieel product met de ervaring die jullie nu hebben. Hoe ga je dat hele voortraject aan? Want hoe valideer je je product? Hoe ga je er met leveranciers in contact? Stukje uh, logistiek. Heb je daar een bepaald proces voor uitgeschreven nu? Of hoe pak je dat aan? Daar haal je inderdaad iets heel moois uit. Wij hebben tot op, tot op heden nog niks uitgeschreven. Maar okay. wij zijn tot de conclusie gekomen. Wij hebben uh, een andere cursus gevolgd. Mm -hmm. We hebben een persoonlijke coach. We hebben we hebben, hebben een aantal sessies mee gehad nu. Mm -hmm. nou, we zijn natuurlijk bij, uh, bij Jack Lidl geweest. Wat ja. enorm inspirerend was. En dat heeft ons eigenlijk wel aan het denken gezet. En... Uh, nou, we eigenlijk het laatste, laatste gesprek dat wij ook gehad hebben, hebben we ook gezegd: We zijn nu echt met ons fundament bezig om mm -hmm. ze goed mogelijk neer te zetten. Ik heb nog een aantal keer moeten klikken om, uh, <laughs> om een blueprint te kunnen maken van wat zijn wij aan het doen. Ja. En hoe kan, als iemand wegvalt, hoe kan een ander dat zo makkelijk mogelijk oppakken? Ja, precies. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Mm -hmm. um, en er komt een stuk product hier er ook in terugkomen. Mm -hmm. Maar ja, we zoeken samen de producten. Uh, ik renk ze dan. Nou ja, 9 van de 10 keer heb je te weinig data om eigenlijk alles te kunnen doen om je, je winstmarges eruit te kunnen halen. Uh, dus zij gaat in contact met de potentiële mensen die over zijn. Mm -hmm. Nou ja, dan blijft er een mooi lijstje over. en Dan gaan we samen zitten. Wat, wat, vinden, wij, wat vinden wij op dit moment belangrijk om, om aan ons assortiment toe te voegen? Ja. En zo doen we het eigenlijk op dit moment. En... Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is om erbij te vermelden dat we Bodo daarvoor gebruiken. Ja, zeker. De Producten uh, ja. Uh, te kijken wat andere mensen doen, zeg maar, en ook de producten trekken om te kijken, hè, om ze erin te zetten. Ja. Dat, dat is voor ons wel heel waardevol om, uh, om goede producten te vinden, Een zeg maar. ja. uh, stukje Amazon gebruiken we er nu wel bij om mm -hmm. te kijken welke trends er ook uh, binnen Amerika, binnen Duitsland. Ja. Uh, dus ja, die combinatie is, wel, uh, is voor ons wel heel goed. En wat wij in het begin deden was vooral heel algemeen zoeken op producten. Mm -hmm. Uh, wat we nu proberen is wel om ons merk echt uit te breiden, om daar onze focus ja, op te hebben. Om niet nog weer tien producten te lanceren in de hoop dat er drie goede tussen zitten, maar gewoon echt wel van, God, weet je, we weten dat we hier goed in zijn. We hebben hier ook een goede positie. Dus, en je merkt ook op het moment hè, dat wij bijvoorbeeld, we bijvoorbeeld staan met een product in de top drie. Uh, op het moment dat zij uh, bij dat product kijken, ook bij, onder onze merknaam mm. ook andere producten vinden en die combineren. Dus dat is ja. wel. Uh, ja hoe we doen en qua qua transport, uh, ja, dat kan jij denk ik best ja, vertellen. Transport deden we veel al. Eerst altijd via via de leverancier. Um, toen hebben we China twee partijen gevonden die die het ook redelijk goedkoop konden Nu eigenlijk zijn we nu sinds, uh, ik denk, half augustus. Sinds half augustus hebben we ons eerste transport via bolle voorwaarden gedaan. Mm, ja. nou, we hebben het net al even kort besproken. Ja. Ik vind het echt. Ik vind het systeem super. En ik vind ik vind het echt. Ik ben benieuwd hoe het dadelijk bij ons aankomt. Maar ik ja. verwacht er gewoon heel veel van. Ik ben benieuwd of dus de deadlines gaan halen qua tijd. Maar uh, ja, het tweede transport staat dadelijk ook ingepland. Dat kunnen Kijk. we ook gaan inplannen. Dan kan het ook weer vervoerd worden. Dus wij proberen nu wel. Bij we deden eerst superveel via het vliegtuig. Maar dat hebben we al afgeschaald naar vliegtuigen en trein. En op een gegeven moment was de combinatie dat het steeds met trein werd. Alleen is nu nog spoedbestellingen komen via het vliegtuig. En nu zijn we eigenlijk van de trein aan het omschakelen naar de zee. Naar zee gaan ja. ja. Dus we doen eigenlijk een gedeelte via de. Ja, nu niet meer via de trein. Nu gaan we dus de partijen die via C gingen of via de trein gingen, dat is nu eigenlijk dezelfde tijd dat ze nu via, via, via zee moeten gaan. Ja, precies. Zo. Leuk. Leuk om ja. te horen. Ja. Als we dan, uh, als ik een beetje, als ik verder mag denken, want jullie verkopen dit met natuurlijk alleen op bol, zijn er nog een beetje om naar andere marketplaces te gaan? Ja. Of misschien business-to-business business, dat jullie fysiek in de schappen liggen, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, daar hebben we ook over nagedacht, maar we, we hebben wel gedacht van goh, wat is voor ons de eerste, de meest logische stap zeg maar. Mm. Um, toen hebben we gekeken ook naar Kaufland, Darty, uh, waar mensen ook goede ervaringen ja. hebben. En toen dachten we: ja, waarom gaan we eigenlijk niet naar Amazon Duitsland? Uh, om te kijken wat daar onze mogelijkheden zijn. En we hebben onze merkaanvraag nu gedaan, die is eind september uh, Europees. Uh, als alles goed gekeurd wordt. En dan, uh, dan willen we richting Amazon ook. Met, uh, met, en dan gewoon puur echt met de meest stabi stabiele producten, zeg maar. Die nu ook op Bol goed verkopen. Mm -hmm. en die willen we ook daar uh, bij de FBA leggen. Zodat we daar ook uh, kunnen kijken wat er gebeurt. Maar daar ja. hebben we echt wel goed, veel vertrouwen in. Want als je kijkt naar de concurrentie daar. Uh, ja, denk ik dat wij ons heel goed kunnen positioneren. Ook qua listing en zo. Dus, ja, precies. Ja, we willen graag... Uh, concurrenties moorden, de het die wij hebben, die heb ik nog niet terug kunnen vinden. Nee. Ja. <laughs> ja. Ja. En is het dan, uh, wanneer willen jullie dat realiseren? Is dat dit jaar nog? Ja. Of zijn jullie, oké. Okay. Als dit jaar. Voor Q4 nog? Voor Q4. Oké. Wij, uh, volgens mij, als ik niet vergis, is 17 september, is uh, oppositietijd voorbij. Uh, ja. Uh, dan, uh, ja, dan. Je bent wel even oh, nog bezig. Anders nou, maar voor maar. dit eind ja. van dit jaar willen we het echt wel, het wel ontstreven om het allemaal op te hebben. Ja, ja. precies. Ja. ja. Als ik nog als ik zelfs uh, nog verder mag denken. Stel, we zijn nu drie jaar verder, vijf jaar verder. Waar liggen jullie producten precies en welke uh, platformen? Wat, wat is voor jullie de meest ultieme droom met, uh, met de onderneming? Mm. Moeilijke vraag, ik weet het, maar... Ik denk, uh... Ja, ik denk als ik kijk, zeg maar, qua uh, online platforms, denk ik toch wel... Als je kijkt naar Amazon, ook Amazon Amerika, dat lijkt me wel echt... Oh, ja. Zeg maar, als je wel echt internationaal kan gaan qua merk... Ja, en je hebt een stabiel merk, nou, dat zou ik wel echt heel mooi vinden, maar... Mm. Ik denk dat ons product ook geschikt is om in de winkels te liggen. Dus dat beide is heel interessant, maar je kan niet alles tegelijk. Dat hebben we wel nee. geleerd. Je kan beter zorgen dat je op één heel goed bent. Op bol zijn we nu stabiel. Dus nu zijn we toe aan de volgende stap. Ja. Want in het begin, toen we toen bezig waren na een half jaar en het ook goed liep, zeg maar. Uh, met een product. Ja, dan gaat het echt wel door je heen. zullen we toch niet naar Amazon? Of zullen we dit? Of zullen we dat? Maar dan moet je nog zoveel leren. En voor iedereen mm -hmm. is dat proces anders. Maar ik denk dat we er nu wel aan toe zijn om te bouwen. En over vijf jaar, ja, ik hoop wel dat we dan. Uh... Ja, we hebben wel eens gezegd, hè? het zou het mooiste zijn als je natuurlijk een bod krijgt op je, op je merk of op je bedrijf. Yeah. Om het, uh... ja, niet dat je dan kwijt wil. Maar dan weet je wel dat je het goed dat doet. zeg ja. 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 Klopt. Ja, dat is wel denk ja. ik het meest ultieme. Dat is denk ik wel de meeste waardering die je kan krijgen uiteindelijk. Ja. 100% waar. Ja, ja. ja. ja ik, vind dat wel, ik vind dat wel mooi. Moet kunnen. Dat we mee bezig zijn. Absoluut. Ja. En het is ook wel wat jullie ik beginnen aangaan. Want een van de fouten die jullie hadden gemaakt was: je was gretig met een product natuurlijk. Je ja. moet niet hetzelfde proces met het opschalen, natuurlijk hebben. Van ja, we gaan zo snel mogelijk naar een andere marketplace. Want het ja. is wel leuk en dit en dat. Maar. Ja, puntje bepaald, kan natuurlijk uh, kan het flinke gevolgen hebben voor ja. je business en ook voor jullie zelf natuurlijk. Ja. Dat, uh... ja, je kan ook wel ja. zeggen, ik ga naar, naar Darty en ik ga naar Kaufland, ik ga naar Amazon, allemaal tegelijk. Ja. Ja. Wat heb ik eraan? Eén, ja. je komt uiteindelijk net zoals voor iedereen tegenaan om met zijn cashflow te zitten. Ja. 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 En twee, ja, het is, het is zo verschillend weer van elkaar. Ja. Als je alleen al uh, nou ja, een stukje verpakkingswet gaat kijken hoe dat is in andere landen ten opzichte van hier, nou, dat is natuurlijk gewoon een weerwaar. En... Ja, dat is zeker waar, ja. Ja, het is ook wel een ander proces als je naar het buitenland gaat. Je moet wel zorgen dat je wel je spullen op orde hebt. Je verpakking, je, de verpakkingswet, je, de milieuregels. Alles moet je wel gewoon in één keer goed hebben om ja. gewoon een goede stap te kunnen maken. En, en wat hij ook zegt, hoe harder je groeit, hoe meer je ook moet kijken naar je cashflow om wel gewoon je, je producten consistent te kunnen houden, om, ja. om je voorraad bij te kunnen vullen. En dat ja. is denk ik ook wel een van... Het is heel mooi dat je hard groeit, want we hebben best wel een enorme groei gemaakt. Mm. Want in het begin pakten we onze pakketjes nog zelf in. Ja, op een gegeven moment waren wij gewoon over de honderd pakketten per dag aan het, nee. aan het inpakken. Ja, en toen dachten bizar. wij, ja, wat zijn we aan het doen? Hij ja, we, ja, kon ja. gewoon een kerstboom ja. bouwen rond de kerst. Ja, dat Typisch is... voorbeeld van uitbesteden waar we net over hadden. Ja, 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 ja. ja, en wij zaten van, gaan we nu, uh, leggen we het nou ergens anders neer? Bij fulfillment? Of, maar wij wonen heel graag naar LVB. En die, dus wij zaten er eigenlijk een beetje op te wachten. ja, van, ja nou goed, uiteindelijk ja, We hadden bij alle op samen wel een deadline gesteld. Ja. We hadden samen wel gezegd, we luisteren wat er nu is gebeurd. Het ja, was gewoon 4, 4,5, 5 uur per dag was ik, was ik bezig met pakketjes in ja, ja, hartstikke zo. leuk. Hè? Ja, dat is echt leuk zo, hè. Leuk als ik een kerstboom in huis kan maken. Superleuk om een keer <laughs> meegemaakt te hebben. Ik wil het echt, iedereen moet het een keer gedaan hebben. Ja, ja Toen hadden wij we besloten: weet je, we kijken wat er in Q2 gebeurt. Um, krijgen we geen aanmelding. Dan gaan we Q3 kijken naar de fulfillment wat bij ons aan zou sluiten. Mm -hmm. En toen, uh, ja, toen kwamen we dat in aanmerking voor de LVB. Ja, dat was. Ja, ideaal. Dat, dat uitbesteden, dat bevalt ons wel. Ja, ja snap ik heel <laughs> goed. Ja, dat is een zeeën van tijd uh, tij over. Ja. 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 En niet meer de druk. Hè, dat je voor vijf uur nog even pakketjes moet inleveren. Ja, ja. 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 De postkantoor was heel blij met jullie, volgens mij. Oh, die ja. vonden ons absoluut niet vervelend. Nee. nee. <laughs> nee. Ja. Leuke mensen, ik ben blij dat ja, die mensen. Ja, we konden gewoon de ja. konden we achteruit het magazijn halen om gewoon alles in te zetten. Dus we ja, waren heel ja. flexibel. Uh... Zag je nou aanrijden? Ah, <laughs> oh, daar heb je ze weer. <laughs> ja, Handel <me> op. <laughs> leuk, leuk, dat is mooi. Ja, onderdeel van de uh, van groei natuurlijk. Heel mooi om te zien. Ja, heel mooi. Ik, ik vind het leuk om een keer gedaan te hebben, maar dat was ook wel gauw klaar. Ja, maar het is ook wel mooi dat je het zelf gedaan hebt. Want je weet wel wat je ook wil voor een klant. Wat je ja. belangrijk vindt in dat proces. Dus ja. dat is ook wel maar fulfillment of wat dan ook. Is het wel fijn om. Het is niet verkeerd dat we het gedaan hebben. Nee, Alleen nou, ja, als je te snel groeit, dan moet je denk ik, of tenminste, dan zou ik wel uitbesteden, omdat je gewoon meer tijd overhoudt. Ja. Anders kan je echt moeilijk groeien om. Uh, ja, nou, het ja. heeft natuurlijk op meerdere vlakken het ook een voordeel. De leeftijd natuurlijk ook voor de, ja. voor de, ja. voor de klanten. Dan ja. hoeven je niet per se voor vijf uur besteld morgen in huis. Nu nee, ja. heb je voor twaalf uur besteld. Ja. Dus het ja. zijn echt. Dat is een win-win-win uiteindelijk. Ja, Interessant. Ja. En als we even kijken, want we zijn nu twee jaar verder ongeveer. De ervaring die jullie nu hebben. Uh, wat is jullie advies voor Stel je hebt een startende ondernemer, die wil graag beginnen met e-commerce, bol.com, Amazon, maakt even niet uit. Wat is jullie advies om, uh, om te doen als, als starter? Wat is belangrijk om rekening mee te houden? En hoe ga je je onderscheiden als starter? Nou, als ik, nou ja, ik denk wel op het moment dat je begint, dat het wel belangrijk is, is dat je... Um... Dat je een cursus of iets volgt waardoor je wel weet uh, ja, wat inhoudelijke kennis hebt, denk mm. ik. Want daar hebben we wel heel veel aan gehad. En uh, uh, want als je, je, iedereen kan een product op bol zetten, maar op het moment dat jij uh, niet, niet weet uh, wat belangrijk is in een tekst, bijvoorbeeld, wat je naar voren brengt, of de productfoto's die je laat maken, uh, is het veel moeilijker om je te positioneren. Dus mm. ik denk als je een beetje achtergrondkennis hebt, dat het wel makkelijker maakt om. Uh, naar bol toe te gaan. Dus ik ja. denk vooral gun jezelf ook even de tijd om dat proces door te gaan. In plaats van meteen een product inkopen, online zetten en ik zie het wel. Ik denk ja. wel als je een goede, betere voorbereiding hebt, dat het wat soepeler gaat. Um... En zorg vooral niet dat je spullen gaat kopiëren van een ander. Ja. Je hebt er echt werkelijk ja. waar helemaal niks aan. Ja. Ja. ja, maar hoe wil je je onderscheiden? Ja. Zorg dat je gewoon ja, beter bent natuurlijk dan je concurrent. Nou ja, dat of, of in ieder geval gelijkwaardig, maar dat je ook origineel bent in je idee. Hè? Mm -hmm. um, dus wat wij ook vaak doen, bijvoorbeeld als we op Alibaba kijken. Hè, dus je hebt, je hebt je productonderzoek gehad. Uh, er zijn een aantal producten uitgekomen. Uh, ik kijk ook bijvoorbeeld bij een leverancier. Uh, wat hij nog van andere producten oh, ja. in dezelfde categorie verkoopt. Om te kijken, van, goh, is daar misschien een mogelijkheid. Daar zit nog niemand in. Of een, een verbetering, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat wel, wel belangrijk is. En wat ons denk ik ook heel goed geholpen heeft... is dat wij wel een merkaanvraag ook hebben gedaan. Zodat oh ja. iemand anders niet onder onze listing kan. Want dat hebben we wel vaker gehad. Dan hebben wij een goed product staan en een supergoede positie. Uh, en wij hadden onze merkaanvraag van tevoren al rond. Uh, dus ze konden niet onze listing, zeg maar afnemen of nee, inpikken, zeg maar. Ja, maar exact. als jij je, er een merk bij zet en je hebt geen merkaanvraag gedaan... en die is niet afgerond, dan komt iemand anders onder jouw listing. Maar het probleem is, jij hebt één heel veel tijd gestoken... om jouw product omhoog te krijgen. Je hebt veel kosten waarschijnlijk, of me, in het begin meer kosten gemaakt... Uh, met adverteren. Ja. En vervolgens sta je dan in, misschien in de top 10. en dan ben je alles kwijt, omdat ja. iemand anders onder zit. En dat is gewoon, ja... En ik denk, ja. ik denk dat je als startende ondernemer vooral moet uitkijken... Um, voor de zogenaamde coaches. Ja, ja. Want wij waren een tijdje bezig en we kregen ook een supermooi gesprek. Hij probeerde in het eerst bij jou, met jou klikte het niet hè. Nee. Met mij ging hij wel het gesprek aan. Hm. Ja, je kan dan in zoveel tijd kan je uh, twee, vier keer zo groot worden. Ja, dat is prima dat jij dat wil. Ja. Maar volgens mij gaat het momenteel goed. We willen het zelf in de hand houden. Als we jou nodig hebben, we komen bij jou terug. Ja. Maar neem over een half jaar nog maar eens contact op. <laughs> nou, hij moet nog steeds contact opnemen. <laughs> van, uh, er wordt niks. Ja, ja, ja. Weet je, dat zijn gewoon mensen, we weten het allemaal, die willen gewoon in korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Het, liefst, het liefst zo min mogelijk doen. En je betaalt er duizenden euro's voor dat je dat van mensen moet geloven. Ja. Ja, het is, het is, ik denk echt dat het geld... Je kan het geld beter investeren in een paar miskopen. Ja. Eén, je leert er wat van, zelf. En twee, wie weet zit tussen die miskopen wel in één keer een topper. Hey. Ja. En ja, ik denk, zorg dat het verzekering op orde is. Ja, Dat is een stukje wat mensen gewoon heel erg... Op, verzekering. Ja, Sprake transportverzekering hebben, nu we steeds meer aan het vervoeren zijn, hebben we ook afgesloten laatst. Ja, je wil gewoon niet dat je, je papieren niet op helder hebt, dan wel een CE, hey, of dat er iets gebeurt met jouw spullen, dat je je papieren niet hebt, dat je, je verzekering niet dekt. Ja, Ja, het dus volgens eigenlijk wel, wij waren eigenlijk wel die pijlers voordat we uitgezet van wat willen we niet? Nou, we willen vooral, wij willen vooral, wat, wat wij gewoon eigenlijk altijd uitdragen, of dat het nou hier is, of dat het nou op een meeting is, wij willen gewoon producten aanbieden die goed zijn, waar mensen iets aan hebben en mocht er wel iets verkeerd gaan... dat een mens... ja, weet je... we willen geen producten... de wereld in helpen... waar ongelukken mee kunnen nee, Ja, precies. Ja. Moet je gewoon niet willen. Ja. En heel veel mensen... denk ik... en zeker starters... Uh, kiezen er toch voor... om ja, producten in te kopen... later erachter te komen... dat er geen documenten bij zijn. Mm. Uh, ja, praat, en dan? Praat met je differentiëren ook goed, denk ik. Ja. de juiste vragen... Zorg dat je ook even doorvraagt bij je leverancier. Laat je het niet te snel afschepen, denk ik. Want je merkt ja. toch wel van, goh heb je papieren? Ja, die krijg je bij als je zodra je de order betaald hebt. Ja. Dat zijn wel, denk ik, de dingen. En als ik kijk naar de Bollu-cursus op zich, toen we begonnen zijn... zijn we eerst met de... Uh... Met de blueprint? Ja, eerst met de blueprint. Oh, ja. Daarna hebben we de extern gedaan. Ja, ja. En dat was voor ons wel een hele goede volgorde, zeg maar... om uh, eerst een stukje basis te leggen en ja. daarna nog wat verdieping. Dus dat was wel echt... Uh... En ook op het moment dat we bezig waren, nog even terugschakelen van hey, hoe zat het toen alweer? Omdat je gewoon, het is zoveel aan het begin ja. aan informatie. Tot. Ja, je ja. kan het echt niet binnen een, binnen een week allemaal ontvangen. Nee. 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 Dus ja, uh, ik denk dat je daar ja. ook wel de spijker op zijn kop slaat. Want je zei net al: je kan beter gewoon eerst met de cursus beginnen, al helemaal starten. Ja. Sleuke leuke dat als je een coach gaat nemen, maar dat heb je helemaal niet nodig nee. in de beginfase. Begin gewoon met een cursus, probeer het allemaal. Ja, nogmaals, maximaal mogelijk fouten. En je groeit wel. En. Ja, Een coach die zei het zelf al eens, ze is super duur, ja. te, te duur naar mijn mening, maar goed dat te zeiden. Maar het is vaak heel erg resultaatgericht. Van ja, we gaan jou helpen naar 30k aan de maand of 50k aan de maand. Maar dat is niet per se, je moet niet per se naar een resultaat werken. Kijk eerst waar men behoefte aan heeft. Sommigen hebben misschien moeite met product research. Al bij diegene met product ja. research, ja, veel platgeslagen. Um, dus ja, nee, daar ben ik 100% mee eens. En ja, de cursus, ja, jullie zeggen het zelf al, dat heeft ja. natuurlijk heel veel, uh, heel veel uh, geholpen in de beginfase. Ja, zeker. Ja, en um, we hebben het hier natuurlijk in het begin natuurlijk ook over gehad dus toen we straks nog even aan het praten waren. Um, waar heel vaak toch wel een beetje een fout in wordt gemaakt is de mentaliteit van, hé, hey, ik ga maar een product inkopen. Ja, als ik documenten nodig heb, ik zoek het wel uit. Ja. En als ik ze heb, mooi meegenomen, zo niet. Ja, jammer, ik neem het risico wel. Maar naar mijn mening moet je dan juist kijken van, oké, okay, je verkoopt een product. Wat wil je precies leveren aan je klant? Wat ja. moet iemand eraan hebben? Als je niet denkt aan de veiligheid van je klant waar je in een elektronisch product zit. Ja, dan ben je al per definitie als ondernemer niet goed bezig. Denk eerst aan je klant en de rest komt wel. Ja. Het is leuk om aan je centjes te denken, maar ja. één claim en uh, ja. je kan alles opdoeken En je bent de, rest van je leven, de rest van je leven ben je gewoon de pineut. Ja, in alle waarschijnlijkheid. Precies. En misschien je klant ook. Ja, dat weet je niet. En dat, ja, ja. ik snap niet dat mensen dat risico willen nemen, maar goed, dat, nee. is, dat is hun keuze. Ik denk dat wij er alle drie gelukkig hetzelfde <laughs> in staan. Ja, ja, ja. Ah, ik vind het ook wel mooi wat jullie hier hebben hangen, Want we hebben nou een aantal punten aangehaald. Hè? Van, we hebben het over pieken, maar we hebben het ook over dalen. Ja. Ik, ik vind het wel echt een mooie, een mooie lijn die jullie hebben. Ja, mooi hè? Ja, ja, is ja, echt, ja, Dit is precies passend, ja, de route ja, van een ondernemer. On ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik ben hier heel, heel blij mee als je dit zo ziet. Dit, dit is ook precies wat we willen natuurlijk. En ja, je wilt de mensen kunnen helpen met zowel... Niet alleen met uh, het beter worden. Niet met het groeien van ondernemen, Maar ook met, met uh, de uitdagingen, ja, de knelpunten. Ja. Die moet je ook kunnen elimineren. En nou, daar hebben we natuurlijk ook gelukkig de community voor... Waar jullie ook enorm veel uh, mensen mee helpen. Hè. Jullie hebben de ervaring, die delen jullie ook met de mensen. Um, vind ik heel leuk om te zien. En, uh, en ook natuurlijk ook op de evenementen. Uh, mensen kennen jullie. En het is gewoon, het is mooi om te zien dat jullie ook jullie steentje willen bijdragen aan de e-commerce community, of in ieder geval de Bolle community om het zo te zeggen. Um, wat, wat heeft zich? Zeg maar, we hebben het net al even aangegeven. Jullie hebben veel gehad aan Boulder, nog steeds. Maar wat zijn nou echt de belangrijkste punten wat voor jullie? Enorm een enorme, enorme boost heeft opgeleverd in de business. Wat, heeft, wat, wat, wat voor impact heeft Bollo op jullie business gecreëerd? Um... Ja, ik denk dat dat op meerdere vlakken is. Mm. Eén natuurlijk, een stukje cursus hebben we het al over gehad. Om ja. überhaupt kennis te vergaren. Maar als je kijkt naar de software, uh, ja, daar maken we dagelijks gebruik van. Ja. Uh, als je alleen al kijkt naar iets heel simpels, de Bollo app die jullie hebben om, om te kijken of producten je. Uh, hé, wel, als je een product verkocht hebt, ja, dat je een melding precies. krijgt. Ja. In het begin, ja, en nu nog wel, maar dan word je er dus super enthousiast. Dus ja. je dan een product hebt verkocht, maar die, die positieve energie, daar, ja, daar, krijg je, daar ja. heb je alleen maar de drijven om meer en beter ja, te, te worden en te groeien. Uh, ja, ik denk qua productonderzoek en de producttrekker denk ik ook wel, zeg maar, ja. om producten. Uh, ja, te analyseren ook, hè. Je kan heel veel data vinden ook uh, via de Bollo uh, ja. tool. Ja, dat is denk voor ons wel... Het zijn ik, wel hele belangrijk Momenteel de review checker vind ik echt, vind ik echt oh, ja. top. Vind ik echt top. Een ja. aantal ja. keer nu gebruikt. Vind ik het echt, echt mooi om daar ook informatie uit te halen. Ja, het leuke is natuurlijk als jij een product trekt... en je ziet vervolgens van... Oké, okay, wat, zijn, wat zijn de minpunten van deze verkoper... die in principe de nummer één is? Wat zijn de minpunten... Kan ik daar mijn product mee verbeteren? Mm -hmm. Ja, ik denk dat je daar als, als verkoper ontzettend veel waarde uit kan halen. Ja. En één, als je een goede leverancier kan vinden in China, of waar dan ook op de wereld, dat je, als jij je product kan verbeteren en je kan hem daar nog onderscheiden, ja, dan kan je die nummer één gewoon aanvallen. Ja, precies. En dat is natuurlijk wat je wil. Je wil uiteindelijk altijd nee, ik... ja, de nummer één ja. hebben. Ja, je ja. wil de ja. nummer één in de beste verkopen. Van het roosstoten. Ja, <laughs> en dat, dat lukt dat in heel veel niches. Ga je dat nooit lukken, maar nee. goed. De minpunten kan je altijd meenemen als, als verbeterpunt in alle producten. Ja, ja en je haalde net zelf ook wel aan. De, de, uh, de bolle meetings, het zijn voor beginnende starters, soms zullen ze misschien denken, waar ben ik beland? Maar ja. het is, het is, er komt zoveel informatie en ze kunnen er zoveel waarde uithalen. Ja. ja het is echt, echt. Ja, maar je ontmoet ook andere ja. mensen die ook in hetzelfde traject ja. zitten dan jou, of tegen dingen aanlopen. en... Ik, wat ik gewoon mooi vind, is dat je gewoon het eigenlijk ook niet uitmaakt of je nou net start of dat mensen al tien jaar bezig zijn. Ja. Het, het mengt zich ook allemaal. Ja, het is mooi om te zien. En ik denk ook uh, je bent allemaal op hetzelfde vlak bezig. Ja. Want uh, wij waren, waren op een gegeven moment in een meeting van Bodo en dus werd er ook aangehaald van hoe oh, ervaar je het nou met mensen om je heen? Begrijp je nou eigenlijk wat je aan het doen bent? Mm -hmm. Want je, je merkt dat niet iedereen. Is. Kijk, iedereen snapt wel hoe je een product op Bol verkoopt. maar ja. Wat ben je nou aan het doen? En ach, je plaatst maar een product. En ja. kan je daar je salaris uit halen? Maar als je dan samen bent in zo'n community, dan is het wel heel mooi om te zien dat je elkaar ook gewoon begrijpt. En dat je, ja. ja, je kan informatie delen. Ja, ja iedereen merkt iedereen merkte op die vraag ook wel een beetje hetzelfde. Hè? Dat ze van buitenaf toch zoiets hadden van, ja, wat, wat doe je nou eigenlijk? Nou, mm -hmm. ja, je, je verkoopt spullen op Bol en dan. Ja, ja dat, was wel, dat was wel mooi toen. Iedereen een beetje zoiets had van ja, jij ja, ken ik wel. Ja, ja het klinkt ook raar. Ja, ik, ik ben bolverkoper. Ja, oké, okay. ja. ja leuk. Ja, maar het, het is niet zeg maar, het is niet heel concreet. Het klinkt een beetje, uh, ja, hoe moet je zeggen? Het klinkt het klinkt niet zo realistisch. Van ja, oké, okay, hoe kan je daar godsnaam nou uh, een business mee bouwen? Ja, precies. Ja, het ben is... jij nou aan het doen? Ja, wat ja. ben je aan doen? Ja. ja, je verkoopt wat. Leuk, weet ja, je dat? Ik, uh, kan je ook op de markt? Ja. Ja. Weet je ik, zit, ja. ik zit in e-commerce. Ja, e-commerce. Ja, ze leuk, ze modewoord denken ze dan, weet je maar. Ja, precies. Ja. En ik merk Logs. het dan. En dat is niet door bedoeld richting mijn ouders, maar ik merkte dat ook aan het begin bij mijn ouders. Ja, had echt zoiets van: ja, waarom ga je niet gewoon voor een baas werken? Ja, dat ja. Hey, <laughs> ja, is leuk. Ja, nou, nu, nu merk ik wel dat ze er meer. ze zijn er wel meer gerust op, hè, wat we doen, hè? Mm. Nou, dan mogen ze zelf. Wel, <laughs> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar zelfs, zelfs mensen die heel dichtbij je staan, die hebben echt zoiets van. En dat komt wel, maar het is gewoon. Ja, die, die... Kijk, het is niet heel standaard. Weet je, als je advocaat bent, dan weet je wat iemand doet. En, mm. uh, maar ja, het is mooi om te zien. Ik denk wel, uh, qua meetings... En ook, uh, ja, we hadden het ook al even over Facebook. Hè. Ook dat stukje is voor ons heel waardevol. En nog steeds. Ja. Want als je tegen dingen aandoet, maar ook waar andere mensen tegen aandoet. dat dus je denkt, hé, hey, je loopt tegen dit probleem Maar hoe gaat een ander daarmee om? En ja. Kunnen we daar nog wat uithalen? Ja, ik vind dat wel... Ja, we hebben ook wel een paar leuke contacten erop gedaan. Hè? Ja. Ja. En wat wou ik net vragen. Zijn er bepaalde waardevolle connecties die jullie hebben opgedaan uh, door de community? Ja, zeker. Jazeker. Je merkt wel nu dat wij ja, wel steeds meer contacten krijgen met mensen die. Wij talken eerst heel veel mensen aan die zeg maar, wat, wat minder ervaring hadden als ons. Mm -hmm. ja, wij praten allebei graag: nou ja, goed, we zijn een redelijk sterke persoon. Dus mensen sluiten zich gauw bij ons aan en willen ja. gauw op het karretje mee. Uh, nu merk ik ook wel met me mensen die wat langer verkopen, hè? dat we daar meer contacten mee kunnen krijgen. Mm. Ja, en ook wat, het ja, is wel leuk. Het is, het is heel fijn. Want ook als je dan eens een vraag stelt of uh, mensen zijn ook wat. Wat makkelijker om jou te helpen en andersom. Ja. En, uh, hm. Maar ook ja, wel. Ook op bepaalde onderwerpen die wat lastiger zijn, waarover sommigen niet heel graag iets loslaten, dan merk je toch dat je dan toch even een privéberichtje krijgt van goh, luister, uh, probeer het eens bij die. Of zoek het eens op die manier uit. Ja, en ja, ik ja, denk ja, dat dat netwerk best wel belangrijk is als je een bedrijf hebt. Of je nou een e commercebedrijf hebt of een ander bedrijf. Ik denk wel, als je mensen om je heen hebt die ook een beetje dezelfde tak van sport beoefenen. Dat is wel. Uh, ja, weet je, je kan elkaar ook gewoon wel verder helpen in uh, ja. connecties. En, uh. en je hoeft elkaar niet overal om mij te helpen. Hè? Want als mensen gaan vragen naar de meest simpele vragen, dan mm -hmm. denk ik ook: weet je, ik ga je niet eens op antwoorden. Ja. ja, het is niet wel bedoeld, maar nee. kan je ja, zelf uitzoeken. Je, je merkt gewoon dat, en dat zal je ook vast wel gezien hebben, dus je merkt gewoon van een heel aantal mensen ja, die willen snel gaan verkopen. Dus het liefst stellen ze de honderd simpelste vragen. Ja. En dan ze op een Facebookgroep en dan denken ze: ja, weet je, dan ja. denk ik, ja, je kan het heel makkelijk terugvinden. Zoek het op op een Google op, zoek het. Er zijn genoeg spullen waar ik Ja. Nee, wacht. Ja. En denk niet dat alles maar komt aan Ja. Als je nog even dan uh, hebben jullie misschien iets concreets wat jullie kunnen aangeven van de afgelopen of Je denkt van oké, okay, dit is echt iets baanbrekends geweest voor onze business dat we hebben toegepast en ja, stellen denk ik. Doe ja. Bestellen. Ja. ja. Jack. Jack die wij zaten voorste Hij ja. Jack uh, ja, Jack was echt imponerend. Zeg maar. <laughs> ik was bijna een beetje bang. Ja. Ja, gewoon, je bent al heel breed en groot. Maar gewoon de manier van overtuiging. En ook, uh, hij zei op een gegeven moment, ik werk in blokken van anderhalf uur vier keer op een dag. Ja. En wij zijn er toch wel een beetje gaan toepassen. Van, Goh, weet je, Misschien werkt het voor ons ook, want hè, we werken wel we werken wel heel de hele dag. Maar dat kan altijd effectiever. Je kan wel denken dat je even. Maar nu merk je ook van: oké, okay, ik ga nu anderhalf uur aan deze taak. En dan moet het gewoon of af. Of, nou ja, dit, deze verwachting heb ik. En dat, daar worden we steeds beter in. Waardoor je ook gewoon. Eigenlijk hou je nog meer tijd over. En dat, ja. is wel, uh, dat is wel heel fijn. Want ja, we hebben kinderen en die hebben ook hun aandacht nodig. En uh, ja, we werken ja. allebei best veel. Dus dat is wel. Uh, ja, dat is wel voor ons denk ik heel, uh, heel waardevol geweest. En, maar ook gewoon de sprekers. Zeg maar, dat is voor ons op dit moment wel. Uh, ja, die mensen hebben zo'n blok aan ervaring, ja, zeg maar. Ja. Uh, dat je daar hele goede dingen uh, uithaalt. De kleine meetups, ja, dat is gewoon fijn om gewoon te sparen. Te sparen en, ja. en te kijken hoe een ander er tegenaan uh, kijkt. En wat ik ook wel soms fijn vind, is om te kijken: van, Goh, hoe doet een ander het, maar ook waar sta je zelf? Want mm -hmm. soms dan denk ik: hé, hey, jullie doen het op een hele andere manier, het is niet onze manier. Um, of mensen ook naar ons toe komen van... Hey, ja, ...jullie uh, zeggen dit en dit. Goh, heel waardevol, fijn. Uh, ja, waardoor je je positie wel... Uh... Ja, ik vond zeker, zeker van die laatste meet-up met, met uh, Jack Little. ...en volgens mij hadden we als eerste, was daar Jurgen Jonge. Ja, Jurgen Jongerjan. Die ja. vond ik ook echt grandioos. hoe ja. Met hele kleine, simpele dingen. Je op een website mensen kan triggeren... ...en dan, en dan heb je het gewoon over een conversieverhoging van... 5% ja. tot 12, 13%... wat die gewoon niet zien door een paar hele kleine aanpassingen. Ja, ja maar het heeft het was... gezorgd ook gezorgd dat wij testen gingen draaien. ook Van, goh, ja. weet je, met afbeelding... en met dat we ook wel hebben gezegd van... hé, hey, we was testen draaien. En dat hebben we natuurlijk wel vaker gehoord. Maar mm -hmm. wij lanceren ons product foto's erbij, tekst erbij, en dan deden we wel eens een aanpassing. Maar nu hebben we echt wel eens gezegd van: oké, okay, we hebben nu een nieuwe listingfoto. Ik noem maar wat over een nieuwe hoofdafbeelding. Wat doet dat voor ons binnen twee ja, weken? Precies. Draaien we daar meer sales op? Dus het is zeker wel. Met je Ja. reviewcampagne is eigenlijk in principe hetzelfde mee, hè? Ja. Even kijken wat een beetje aansluit, wat werkt de ene maand dit formaat, andere maand een ander formaat. Het is wel mooi om te zien. En, en ja, die die. Ja, ik zal zijn naam niet nog noemen. Maar als je kijkt. <laughs> als iemand die dan begint over oh, ik was vroeger een mager iel mannetje en vervolgens uh, nou ja vervolgens uh, staat hij ergens aan de top uh, ja. van, uh, van, van, van de leger, leger eenheid dat je denkt wow hoe heb je dat bereikt ja, ja. Je hij vindt dat echt heel mooi ja je kan als... veel bereiken met je doelstelling en gewoon door niemand laten zeggen dat hij iets niet kan ja. Ja. gewoon doen gewoon ja. doen, ja. doen. Ja. absoluut ja ik zeg zelf wel dat die janken maar planken juist <laughs> Daar komt het die heeft ja. Ja. Ja, ja die komt wel ja ja ik ja. Ja, ja. zeker wel vaak ja, worden ja. ja is wel mooi Um, over doelstellingen gesproken, dat vind ik wel een leuke. Wat voor doelstellingen hebben jullie nog voor dit jaar staan? We hoeven niet. Ja, misschien mag ik, je. Nee, alles nee, 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 uh... nee. was er even voor vanavond. Ja, ja. Ja. Um, we hebben een aantal doelstellingen wel, denk ik. Hmm. Ik denk we hebben vooral uh, de doelstelling om onze merken echt wel nog uh, één of twee goede producten daarbij te zetten. Ja, Amazon is al een doel op zich, denk ik. Ja. <laughs> um, ja, en we zijn heel erg bezig nu. We zijn de We zijn afgelopen twee, drie maanden zijn we bezig geweest met hoe kunnen we beter plannen? Mm -hmm. Dus we hebben wel een planning, maar omdat we steeds meer groeien en steeds meer taken erbij krijgen, maar ook steeds meer taken uh, bij een ander uh, leggen, zeg maar. Dus hoe kunnen we dat nog op, optimaliseren? Okay. Ja. Dat hebben we nu gedaan. Dus dat hebben we redelijk staan nu. En nu willen we ook zorgen dat we onze processen ook. Uh, ...goed vast hebben liggen. O, ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel de meeste doelen zijn... ...die we voor dit jaar hebben. En vooral ja. zorgen dat we ja. blijven stellen We we hebben de groei voor dit jaar voor uiteindelijk... ...drie keer hetgene wat we vorig jaar verkocht hebben. Nou ja, dat zullen we denk ik niet gaan halen. Dat is ook niet heel relevant. Maar als we boven de twee keer uitkomen... ...is het voor ons eigenlijk wel goed. Ja, um, ja en wat wij ook hadden... we waar, waar zien heel veel dingen bij elkaar afchecken. Het super superleuk dat je dat doet bij elkaar. Ja. We gaan twaalf uh, jaar samen. We kennen elkaar al... Uh, ...hoeveel jaar denk je? Uh, 17, 18, 18 jaar... En ja, waarom ga je bij elkaar de dingen afchecken? Dat werd ik begrepen ja. te waarom ga je nou echt bij elkaar de dingen navragen? Jij bent goed in dat stuk en jij bent goed in dat stuk. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dat was wel een doel op zich, om dat ook te bereiken. Maar ja, wij, wel... werken, wij werken dan wel eens gewoon zoals we nu ook zitten, of schuil je tegenover elkaar. En het is toch heel makkelijk om elkaar even aan te tikken en te zeggen, goh, uh, wat vind je van dit of dit? Ja. Oh ja, shit, dat moet ik eigenlijk niet meer van. ja, ja. ja. <laughs> Nee, we zijn, ja. we zijn vooral... Ik denk dat nou we persoonlijk vlak ook wel een aantal doelstellingen hebben gesteld, hè? Ja, ik denk dat vooral uh, een stukje groeien mentaal, maar ook wel gewoon in het bedrijf. Ja, ja dat het ja. wel voor ons heel belangrijk is. En ik denk dat je daardoor ook steeds meer kan groeien. Want hoe groter je wordt, hoe belangrijk het wel is dat je gewoon echt een goed fundament hebt staan. Dus ik denk nee, dat ja. dat voor ons dit jaar wel heel belangrijk is. Dat dat, en dat we gewoon in stappen blijven groeien. Gewoon ja. Uh, ja, gecontroleerd, maar ook gewoon wel... Bedenken, wat doen we en ons nou eerst het stukje Amazon en daarna zorgen dat we weer op een ander vlak weer goed worden? Ja, dus, uh, ja. ja. en goed zijn en, in wat we doen. Ja. <laughs> ja, en we hebben nog een doelstelling: die, die oudste van haar, die is, die is 13 e mil. Sorry, ja, die uh, ja, die vindt het... zo mooi. ...en die wil later ook een eigen onderneming ...moet zo groot mogelijk worden. Oh ja, daar begint hij nu al over. Dus die uh, ja, als je vorig jaar zo'n een, een jaar zou halen, zou dan gezegd, mag je aan de cursus beginnen. <laughs> dus die, die serie is die serieus nu ook daarmee begonnen. Oh wauw. het is leuk om hem uh, we betrekken hem op dat wij hebben een merk, dat is eigenlijk, ja, wat ik al zei, aan het begin hadden we een merk aangevraagd. Ja. Te groot product. Uh, nou ja, we hebben ook tegen hem gezegd, je mag van ons daar gewoon nieuw leven in gaan blazen. Ik ga kijken ja. naar producten die erbij passen. Uh, dus ja, dat is eigenlijk wel een kleine doelstelling die erop laat. Ja, het is leuk om hem een stapje verder te helpen. Ja. Ondernemersgeest is al heel jong uh, ja. ervaren Absoluut. Uh, ja, uh, ja. Wat misschien nog wel even interessant is, want ik, ik, je had het net over het... Dat wou ik al eerder vragen. Er zijn twee scenario's, wat wij ook best wel vaak horen van ondernemers. Van, hey, of ik ga nu gelijk een private label opzetten, of ik ga eerst white label uh, inkopen ja. en daarmee testen. Maar wat is jullie mening erin? Want anno 2023, ja, het, het is niet meer zo makkelijk om met een merkloos product te testen. Maar dat is best wel een... een, een ja, dat is moeilijk. ja, een moeilijke vraag. Ja, er zijn ja, heel zelf, veel... Uh, zelfs wij hebben die dubio's nog wel, maar wat we wel merken toen we... Vooral als beginner is dat een moeilijke vraag. Maar ja. wat ik wel heel veel terug zie komen, ook in de Facebookgroep, is: ja, iemand zit onder mijn listing. En dan denk ik, ja. De andere kant is, als jij uh, een merkaanvraag doet, gewoon in de Benelux, zijn de kosten op zich te overzien. Ja. Dus op het moment dat jij weet wat je wil, denk ik op lange termijn uh, dat het beter is om een merkaanvraag te doen. De andere kant is, je hebt natuurlijk twee strategieën. Misschien is het ook wel wat past bij je. Hè? Kijk. Ik kan moeilijk tegen me verliezen. Dus op het moment dat ik weet dat ik iets goeds heb opgebouwd... en iemand gaat eronder zitten... of ik word opmerkloos gezet... of uh, ik ben gewoon alles kwijt... want dat ben ja. je gewoon... ja, dat is dan wel op dat moment heel... Uh... Ik, ik denk dat je... Je kan ze allebei toepassen. Ik denk vooral als je gaat kijken naar... naar uh, producten die gewoon uh, weersafhankelijk zijn... periodeafhankelijk zijn... en je wil snel wat klein beetje cash in huis halen... Mm. Om, om je uit te breiden... zou je dat white label prima kunnen doen... Voor de lange termijn visie moet je natuurlijk altijd kiezen voor, uh, voor een private label. Ja. Dat is meer onze stijl. Ja. ja. En hm. er komt natuurlijk nog een voordeel bij. Ja. Yes. Um, ik kan wel zeggen, ik koop nu dit product in. Ik ga, het, uh, ik ga het bike labelen en ik laat het via het vliegtuig komen. Prima. Betaal je 3, 4, 5, 6, 7 keer zoveel met een alle waarschijnlijkheid qua kilogram. Als wat je via een boot betaalt. Dus je kan er ook gewoon voor kiezen. Um, ik doe een werk aan vandaag, ik laat mijn spullen klaarmaken. Mm -hmm. um, je kan redelijk goed uitzoeken of dat je uh, problemen gaat krijgen met je merk aanvraag ja of nee want zoek een naam uit die al honderden keer in de lijst staat ja. Ja. ja vraag je om problemen zoek een naam uit die niet in de lijstje staan hebben wij eigenlijk nog geen enkel probleem meer ondervonden hè? Nee. nee en de voordeel dan is laat je spullen maken zet het op de boot in de tijd dat het, dat het allemaal uh, over binnenkomt inderdaad is je oppositietermijn voorbij nou ja daar, echt, daar ga je geen problemen mee krijgen. Nee, precies. Ja. En, en het is misschien ook wel een beetje afhankelijk van je budget. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: een paar honderd euro voor je merkafvraag, Een paar honderd euro ja, voor je merka ja. Ja. Ben, ja. ben ik eens met je. Maar als je dan via het vliegtuig wilt komen. Nee, dat snap ik. Dan is ah, dat ja. ook kwijt. Ja. Wat is voor iemand goed? Ja, ik denk uiteindelijk op lange termijn, wat jij zegt. Dat je ja. voor een merk afvraag en uh, je ja. eigen product. Uh, White label worden denk ik steeds minder. Ik denk dat het ja. moeilijker is nu in deze tijd. Om dat goed te doen. Want weet je wat het is? Stel je gaat een product merkloos verkopen, hè? je doet het gewoon zoals het hoort. Um, en iemand anders koopt dat product ook in en laat het via het vliegtuig komen. Want dat is natuurlijk vaak toch meest handig om een iets kleiner product eerst te doen. Uh, ja, en volgens zit hij eronder en hij gaat 500, 5 euro onder je prijs zitten. Ja, waar ben je dan? Want ja. Je hebt ingekocht. Dan moet je er of nog weer onder gaan zitten. Of je voorraad ligt stil en je hebt geen cashflow. Dus ja. Zo'n dus meer de uitdagingen erbij komen kijken. Ja. 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 Wat zouden jullie aanraden aan startkapitaal? Stel ik, ik zou nu beginnen. Ik zeg van jongens, ik wil nu, uh, ik ga nu mijn business opzetten. Wat heb ik nodig om uh, mijn business uh, een solide start te kunnen geven? Ja, ze zeiden altijd duizend euro hè, als je kijkt naar kvk inkopen Ik denk zeker dat het haalbaar is dat als je 1000 euro hebt om, uh, om een product in te kopen en om daarmee te starten. Uh -huh. um... Ja, wil je met twee of drie producten starten, dan denk ik dat je toch al wel rond de 2000 3000 zit. Maar ik denk dat je daar echt wel een goede start mee kunt maken. En ik denk als startende ondernemer dat het vooral ook wel goed is om niet in één keer een hele batch van één ding in te kopen. Doe eerst een kleine hoeveelheid. Dan weet je ook wat je binnenkrijgt. Um, zodat je ook de kwaliteit even kunt checken. En ben je tevreden met het product, maar loopt het ook op bol? Ja, ik ja, denk dat dat, dat wel in de combi wel. Uh... Denk ik ook wel, ja. Ik nee, denk. Ik denk met 1000, 2000 euro, dat je, wel, uh, ja. dat je wel een aardig eind komt om, uh, om wat op te zetten. Precies. Ja. Nou, maximaal, laten zeggen twee of maximaal drie producten. Ja. Of zou je dan zelfs zeggen van, joh, één product, maximaal op ingaan en... Uh... Nee, ik denk het niet. Ik denk ja, ja. dat ik over katten zou Dat, dat zo is veel te ja. risico, Veel te risicovol, ja. Ja, precies. Ja. 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 Kan je drie, vier producten lanceren, Dan zou je het niet doen? Ja. Ja, ik beetje schieten dat je... met de hagel bijna. Ja, met, uh, ja. ja. wel basis van data natuurlijk dat we enerzijds. Ja, precies. Maar, ja. Het is niet lukken, raak. Ja. Ik koop een ik koop een bril in en ik zet hem erop en het ga verkopen. Ja, zo ja. werkt het dan helemaal niet. Ja, hey, ja. kijk, uh, je, ja, maar, dan kom je op... weer op een stukje voorbereiding. Ja, denk. jij gaf het volgens mij net ja. ook aan toen ik toen ik dit deed. Toen uh, ja kon je in principe wat kopen en het erop zetten en, en het verkocht. Ja, ja, er zijn iets meer onder, uh, iets meer mensen die hetzelfde denken. Ik ga snel geld verdienen. Ja, dat snel geld verdienen. Ja. Maar op zich als je product inkoopt hebben wij toen ook gedaan op een gegeven moment ook een kleine product en. Ja. Dat liep niet storen, maar het liep prima door. Maar we hebben wel heel veel geleerd. Alleen al het aanmeldproces en om te zorgen dat je je gs codes hebt en je bol aanmelding en de afbeeldingen erop en hoe opt optimaliseer ik mijn tekst. Mm -hmm. Dus al, al met al denk ik ook wel dat je die ervaring ook nodig hebt om weer, uh, om weer verder te komen. Ja. Ja. Tegenwoordig kan je natuurlijk ook, wij hebben natuurlijk al bepaalde tools inmiddels gebouwd, dat je niet eens hoeft uit te besteden voor een stukje listing. Ja, ja de ja, dat kan je gewoon. dat kunnen wij ook natuurlijk regelen nu en dat, dat kost ook niks ja. meer. Maar... De ware processen, dat kost natuurlijk ook nog weer een godsvermogen. Nou, een copywriter is tegenwoordig 80, 100 euro per listing. Ja, ja dat scheelt ook weer. Dat geldt ja, dus zeker. ook weer herinvesteren in je bedrijf. Ja. Een coach, die hebben het ook niet nodig. Ze nee, ja. <laughs> ook weer een bak met geld. Ja, precies. Ja. ja nou Zo zijn inderdaad al meerdere processen. Ik denk dat je dan ook voor jezelf heel bewust moet nadenken. Van, man, ben ik hier wel goed in? Ja. Want je ziet wel vader mensen toch gaan doen van, ja, ik heb het geld niet. Ik ga zelf maar schrijven. Vervolgens zie je een listing wat... Ja, eigenlijk helemaal niks voorstellen. Maar dan ja. kom ik niet op pagina 1. Ja, precies. Ja, dus misschien iets. moet je even gaan afvragen hoe je tekst is, je, je afbeeldingen zijn. Ja. Ja, en ik denk ook, als je dan kijkt... Je wil wel wat uitbesteden. Mm -hmm. dat het, wat heel voor ons heel goed gewerkt, of heeft gewerkt... En nog steeds eigenlijk... Is de zoekbalk in de community. Kijk oh, ja. even... Laatst we moesten we wat grotere pakketten verzenden. Weet je, het zijn hele kleine dingen. Maar als je zoekt, soms kom je op berichten van twee jaar geleden... Maar die zijn nog steeds relevant. Mm -hmm. In de zin van, hé... Hey, een aantal partners, of waar hebben mensen goede ervaringen mee. Een fulfillment. Kijk, hè, je kan het niet voor iedereen bepalen, maar er zijn wel ook bedrijven waar ze hele slechte er ervaringen mee hebben, ja ik denk wel dat dat ook uh, ja, waardevol is, dat je niet ja. je geld in één keer uitgeeft terwijl je achteraf niet krijgt wat je wilt. Nee, maar, maar, uh, precies, ja, en, en ja. ik denk, de start er wel ook niet over één nacht ijs om Niet denken van goh, ik heb nu, uh, ik heb nu een, uh, een beker en ik zie in zie een bril en ik zie dit. Ik vind dat een leuke product. Ja, ik vind het leuke product, hè. Ja, dat is gevoel. Dat is heel ja, ja, ja. ja, Ga niet op gevoel. Wat wij al aangeven, dat was ook onze, onze eerste foutgevoel. Ja. ja. Data ligt nooit. Ja. Ik weet ook wel dat ik in het <laughs> verleden natuurlijk zelf ook een bol verkocht. Ik heb een vergelijkbare fout gemaakt. Nu zit ik er ook over te denken. <laughs> maar een van de producten, dat was een, dat was een pillendoosje destijds. Het, het, het verkocht op zich wel. Maar ik had een bepaalde verwachting. Ik heb natuurlijk mijn research gedaan, maar niet voldoende blijkbaar. Hm ja waarom is het niet waarom gaat het niet zoals verwa naar verwachting wat, wat is het nou het is toch een goed product kwalitatief goed zeven elkaar alles op en raad het werkte niet nee, nou, waar ligt het nou aan ik heb voldo niet voldoende mijn product research uh, ik heb niet voldoende tijd stoken. Ja. ja dat zijn inzichten die krijg je ja. natuurlijk pas als je ook reflecteert als je ziet oké okay, het gaat iets niet goed ik uh, wat waar ligt dat nou aan ben ik zelf dom geweest heb ik iets gemist ja, dat is een combinatie van beide ja. denk ik wel ja. Maar dat zijn wel dingen waar je van leert en dan kan je volgens mij volgende producten kan je dat wel weer meenemen in je validatiefactoren van oké okay, ja. wat, uh, wat moet ik nu wel doen om uh, te verzorgen dat het op basis van data ja. is uh, bevestigd en niet ja het kan werken het is goed voor, uh, goed voor mijn business maar ja het tegendeel is helemaal niet zo. Ska gaf het zelf ook aan volgens mij in die blueprint. Ja maar een van mijn eerste producten was ook een product te groot te lomp. <laughs> niet wat ik wil <laughs> ja. hebben. En ja, wat doen wij? Een van de eerste producten exact hetzelfde. Oh ja. Kling. Uh, ja wat moet je toch gebeuren ja, ze de mensen dingen zeggen maar ja. je moet het gewoon ervaren ook gewoon soms ja. Ja. maar zien jullie het ook, dat ook het daadwerkelijk als een fout of een, een failure nee, of is het ja. echt een groei ja ja het is gewoon groei, groei. Groei, groei ja, ja en ja. ik denk ook wel dat het belangrijk als ondernemer is überhaupt om gewoon te zeggen oké okay, ik, ik heb dit uh, niet handig aangepakt of het is misgegaan ik heb er wel geleerd, maar ik ga vooral door. Ja. En we houden vertrouwen in dat je kan groeien. Want weet je, wij hebben ook als producten gehad en dan liep het niet zoals het... Wow, nou, dan ben je misschien... heb je iets winst of ben je blij dat je kiet speelt. Maar uiteindelijk raak je producten echt wel kwijt. Dat mm -hmm. is... Ja, tenzij je misschien 4000 producten <laughs> inkomt van... Maar weet je, als je een kleine bedje hebt... Je raakt het wel kwijt. Maar ga, kijk ook gewoon verder. Weet je, dit is het. Soms hebben we ook wel moeite gehad. Hè? Om dan een product bijvoorbeeld af te sluiten. Dan moet je ook gewoon zeggen... Weet je, dit is gewoon een leuke tijd geweest. Dat loopt beter. Hop. Volgens stapel. Daar zijn we nu ja. al makkelijker in. Ze ja. zeggen wel, nou laat het maar uitgaan en klaar. Ja. ja. En hoe verhouden we hoe eigenlijk... het aan Of en het, hoe, hoe nog twee in. En, de... ja. ja. en eigenlijk voeren we daar niet eens meer een gesprek over. Eigenlijk is het gewoon, uh, <laughs> ik hou dat vaak in de gaten. D dit is nee, klaar, we gaan klaar. Ja. Ja. Next. Ja. Wat ja. past er dan wel? Precies. Ja. Ja. Hadden jullie dit al verwacht dat jullie uh, zouden samen jullie nu staan? Nee. Als je nu kijkt naar 2021, 20, de eerste dag dat jullie begonnen, ja, deels wel, deels niet. Deels wel, oké. Okay. <laughs> waarom deels wel en waarom deels niet? Uh, nou, ja, weet je, ik, uh, ik, had wel vertrouwen in dat we dit zouden kunnen, hè? dat ja. we, dat we het, uh, maar dat het, dat we echt al zo'n merk zouden hebben en dat we ook gewoon echt in de top 3 zouden staan, dan heb ik echt nog wel twijfels. Hij, hij heeft dat minder. Hij is echt wel van, oké, okay, dit gaan we doen en dit lukt. Uh, dus ja, waar we nu staan. Dat is heel fijn, maar de groei die we gemaakt hadden had ik denk ik niet zo snel verwacht. Ja, precies. ja dus dat is wel weer mooi ook aan dit: dat je mm -hmm. heel snel kan groeien. Um, en ook best snel moet leren, want die, de fouten die je maakt, die kunnen best wel opstapelen in één keer: van hé, hey, dit en dit ging niet goed. Uh, maar er gingen ook heel veel dingen wel goed, dus ja. dat is gewoon een super mooi. Uh. Ja. Ja, ik heb er eigenlijk nooit, nooit zozeer twijfels aan gehad, want ik ken jouw kwaliteit, ik ken mijn eigen kwaliteiten. Als ik zie wat jij hiervoor natuurlijk al voor werk hebt gedaan, wat ik heb gedaan, waar we. Nou, daar waren ook altijd mensen die eigenlijk voor de kast stonden. Niet degene die graag meelift. Kijk, je moet wel een persoon zijn die uh, zijn eigen dingen wil ontdekken. Ja, ja. Kijk, ik kan wel, denk ik, gaan met, met Jantje of met Pietje meegenieten van wat hij doet. Of ik zeg ja, nee, nou, maar ik sluit bij hem aan. Ja. En dan? Ja. Leren wat van? Denk het niet, hè? Toch? Ja, weet je. Oh, je <laughs> staat altijd <laughs> mij achterop, toch? <laughs> ja, 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 ja. Nee, ja, maar. Ja. Doorgaande beslissingen nemen. Maar het is wel mooi om te... wat, wat ik gewoon heel mooi vind is dat je. Uh, dat je goed en snel kan groeien. Uh, maar dat je ook wel iets heel moois kan opbouwen. En dat je er gewoon ook de mensen om je heen, maar ook of dat nou mensen zijn of ook software. Dat alles op een gegeven moment gewoon klopt. Het komt ja. gewoon bij elkaar en dat je denkt: hé, hey, ik heb eigenlijk best wel een solide bedrijf intussen. En ja, dat heeft best wel potentie. Dus ja, als ik dan kijk naar de toekomst. Hè, als je dan vraagt: wat sta je dan over drie of vijf jaar? Ja. Dan denk ik: ja, je kan echt wel gewoon een heel mooi bedrijf. Uh, Creëren en mm. ook wel uh, zorgen dat je, denk ik, best wel een mooie uh, winsten uit kunt halen. Hè? Ja. Dat is gewoon, ja, in het begin kost dat tijd en de een zal er misschien wat vlotter in zijn dan de ander. Wij hebben best wel soms nog een liggen stoeien met, hey we hebben best wel een mooi product ingekocht. Goede leverancier, alles klopt. En nu, we hebben het allemaal staan, we ja. hebben een goede listing, maar we lopen er tegenaan dat we moeten adverteren. Is onze nou eigenlijk daadwerkelijk wel zo goed als, dat, als dat we hadden gehoopt? Maar dan word je denk ik steeds beter in. Dat is ook weer ervaring. Kan je ook niet altijd. En, uh... en toch blijft dat toch blijft dat wel een lastig stuk ook. Hè? Sponsored products op Bol, wat je kijkt wat daar wat daar veranderd is in, uh, in anderhalf jaar tijd. tijd. Maar uitdagend. Is heel uitdagend. Ja. Maar ja. Is, het is wel dus al stukken makkelijker dan dat het uh, twee jaar zeg maar twee jaar geleden was. Twee jaar geleden kon je bijna niks vinden over sponsored products bij Bol oh, ja. zelf, uh, los van dat het natuurlijk in de cursussen blijft terugkomen. Mm -hmm. Nu is wel een paar kleine ja, ja, cursus, je wil ook niet. Ja, af... kleine, ja, dat klopt. heb een aantal kleine kopjes hebben ze eronder staan, maar ja, um... nee, dat is wel lastig. Je moet wel zorgen dat je goede maatje hebt en dat je, ja, maar wat, wat maakt het dan lastig? Ja, hoe, hoe stel ik een, een eigen campagne in? Uh, kies ik voor automatisch? Ja, daar begin ik sowieso altijd mee. ik, ja. vind, aan, ik vind handmatig. Durf ik nu eigenlijk ook niet echt heel erg aan? Wel, nee, hè? nee. ja, nee, vind ik, vind dat nu ja, zijn de mini hoeveel ja. heb je ja, dan met ja, die zo's... ook al lange bezig zijn. Maar het gaat, ik denk dat het meest uitdagende is... is dat de, de kosten per klik... ligt er natuurlijk net aan in welke niche je zit... Uh, best hoog kunnen zijn. En op het moment dat je positie hebt... gaat het allemaal wat makkelijker natuurlijk. Maar om dat te krijgen... Wat is je doel voor sponsored products? Ja, maar, ja. Ja, maar ook wel... je, je moet wel uh, je budget op hebben... om ja. dat wel op die manier te kunnen ontzeggen. En ja, ik denk wel als, als je nieuw begint... Dat dat, wel, uh, dat dat wel een van de dingen is van... ja, je kiest een bepaalde richting... Een bepaald product. Ja, en dan moet je ook nog maar zien dat dat allemaal op die manier loopt. Ja, en dat juist. loopt, weet je, dat loopt uiteindelijk wel. Maar je moet het ook, ja, je moet ervaring op doen. Ik denk dat ja. dat het ook is, voor ons ook. Ja. Ja, en pas jullie dat ook toe op nieuwe producten? Want stel dat je dus een nieuw product gaat vermarkten, ga je de products inzetten. Ja. ja oké. Okay. Absoluut. Ja. Positie krijgen, en dan top vijf. Dan haal ik maak ik bij de ene eraf... en dan zijn er dan nog andere varianten. Dan gebruik ik hem op de andere varianten. Ja. Ja. Okay. Ja, om precies, toch, om ja. toch ook hoger te krijgen. Ja. Precies. En we hebben altijd zorg dat we gelijk ook uh, goed erin zitten. Zeg maar, dat we meteen ook, uh, ja, je weet ook, hè, de eerste 100 of 200. Wij zeggen ook: weet je, als we daar een even draaien. Of misschien ja, echt verlies, weet ik niet of dat mm. echt aan, aan, de, aan de orde is. Maar wel van: ja oké, okay, weet je, die eerste 100 producten, dat is gewoon prima. Of ja, hè, zodat we wel gewoon hup omhoog gaan. Hè? Ja. Dat gaat ook wel redelijk vlot op zich. Een saai om te oogsten eigenlijk. Je levert dat geld ja. in om break even te spelen, volgens je positie te verbeteren. En vanuit ja. daar, dan kan je pas je prijzen omhoog gooien. Ja. 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 Zorg vooral ook als je als je beginner bent dat je gewoon een prijs hebt en dat je niet door wie dan ook laat gek maakt om je prijs nog verder naar beneden te gaan zetten. Ja, ja. Want ja, dan moet je er gewoon geld bij gaan doen. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee, eens. Zeker waar. Mensen willen uiteindelijk willen ze er geld mee verdienen, willen ze er goed in worden. Ja, dan moet je wel voor zelf een richtlijn hebben, dit is de prijs die ik ervoor wil hebben. Nou, dan kan er misschien al een keer een paar euro verschil in zitten, maar. Wijkt er vooral niet te ver vanaf. Nee. We zijn er bij ons ook een keer bij ons proberen te copycatten. Nou ja, dat is hartstikke leuk. Verkopen ze voor vijf, voor vijf euro minder. Nou ja, prima. Doe maar lekker. Ja. Maar Ik denk lekker. dat je daar niet per se de sales op nee. ook kwijt gaat. Nee. Ze nee. zijn best wel op kwaliteit gericht natuurlijk. Je hebt liever dat je hebt dat niet wil, dus dan... Ja, ja want we kijken wel raar. naar prijs. Hè? Het, het, het grappige van heel het verhaal is dan ook nog als je bijna oude stok raakt en je doet je prijs omhoog. <laughs> dan zie je, wij hebben op een gegeven moment het product drie keer zo duur gemaakt. En dan deze wordt het verkocht. En die hebben er 10 of 15 of 20 van verkocht. En geen... geen enkele retour. Ja. En alleen maar positieve reacties. En als ja. je dan weer terug gaat naar je beginprijs. dan zie je toch in sommige reviews of de, als het terugkomt bij meldingen. dat je denkt: Oké, okay, waarom geef je überhaupt deze melding? Dan denk je: ja, 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 ja. Iemand die een duur product, een dure product koopt, die hoor je nergens over. en het is gewoon hetzelfde product. ja nou, dat, is, dat blijft toch. Ja, maar ik denk dat nou, het, dus is toch het ook wel uh, op naam, maar ook op kwaliteit. Of kwaliteit-prijsverhouding echt wel kijken hoor. We kochten op een gegeven moment een, gewoon voor onszelf een ergonomische muismat. Mm -hmm. En de eerste die ik bij Bol zag, die kost 23 euro. En toen dacht ik, nou moet ik toch eens even kijken of dezelfde muismat ook nog voor minder kan kopen. 9 euro is natuurlijk wel een stuk naar onder. Nou ja. Precies hetzelfde. Maar ik ik kocht als consument echt wel op naam en prijs. Ja. Want dit is wel goed. Ja. Dus dat is wel. Uh... Ik denk dat ook wel een beetje te maken, even waar we toen straks ook over hadden, hè? De white label versus private label. Ik bedoel, als ik een merk zie, of ik zie product A, dat is merkloos. Product B heeft wel merk. Maakt ja. niet eens uit of het bekend is of niet. Maar het feit dat er een merk staat, ja. koop ik liever de product B. Ja, ja. ja zeker, absoluut. Ja, ja. Het is een bepaald vertrouwen wat je daarmee kan creëren. En ja, prijs omhoog, dan heb je ook een andere doelgroep te pakken. Maar dan heb je wel de mensen die het minst zeiken. Ja, absoluut. Ja. Even platgeslagen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat, is, dat is toch raar hoe dat het psychologisch bij mensen werkt. Je ja. denkt, de mensen die iets kopen van, van 25 euro, die gaan zitten zeuren. En ik verkoop hetzelfde product voor 75 euro. En dan hoor je niks zo. Je is alleen maar positief. Ja. Hoezo? Ja, ik denk ja. dat je in de balans een beetje moet ja Ja. Maar wij proberen wel altijd met onze producten niet... Uh, wij, zijn, wij, wij zeggen niet van... Ja, doe maar... Zeg, we gaan niet bij de onderste regionen zitten, zeg maar. Wij zitten liever iets hoger. Mm -hmm. En niet van, met hetzelfde product. Maar we hebben dan liever een iets luxere variant... Of net wat meer opties. Ja. Maar dat we dan... Iets meer vragen dat de klant dan ook kwaliteit koopt. Zeker. Nou, dus die verhouding is voor ons wel. Uh... Net wat meer functies. Of dat ja. is, het design is net wat luxe. Ja. Of ja, precies. Ja. Ja. Um, wat ik toen zeg, zou ik ze ook nog wel vragen. Um, in het kader van van mijlpalen, hè, mm. wat is voor jullie de allergrootste mijlpaal um, die jullie hebben bereikt tot nu toe? En daar hebben jullie ook wel echt bij stilgestaan? Ik zie het al, dat is, dat, huh? ik zie een nee. Jawel, jawel. wij staan zeker. zeker okay. Wij staan eigenlijk bij uh, successen die we boeken, staan we nou eigenlijk altijd wel stil. Ja. Uh, het maakt me eigenlijk succes. ook wel een moment. Van. Ja, ja ik, ik, jij zit mij heel vragend aan. Nee, ik weet wel. Wil jij maar vertellen? Nee, doe maar. Misschien heb je twee verschillende succesverhalen. No, nee, ik denk ook. het niet. Ik denk meteen dat hetzelfde verhaal is. Nou, wij, uh, uh, nou ik, ben, ik ben vaak vroeg uit bed, dus als wij s'avonds als gereden hebben, ga ik vaak even op de bank liggen. En zei zij tegen mij, zijn we zijn met de kindjes samen, dus op een gegeven moment word ik wakker geport. Zicht, zicht, een concurrent heeft onze spullen opgekocht. Oké. Okay. Hoezo? Een concurrent. Ja, ik koop in één keer uh, 130 of 140 stuks. Zo. Oké, okay. prima. Er waren dan twee orders die gebundeld. Eentje geloof ik 80 en al was 50 of 60. Ja. Oké, okay, wat doen we? Ja, ik zou nu ik zeg, niks aan doen. Nee. Even wachten. Hey, niet, niet uit emotie reageren, gewoon even nadenken over wat we moeten doen. En we hadden in de community wel eens gelezen, hè, van mensen kopen gewoon heel die voorraad op om zelf gewoon positie net te, te voor, krijgen. Ja, ja. En, wij, net en wij hadden, ja, ik weet niet, we hadden nog wel meer voor, voor. Ik weet niet hoeveel voor, maar we hadden echt zoiets: oh, is dit wel oké? Okay? Dus we hebben die mensen ge... Uiteindelijk, uiteindelijk naam gecheckt, uh, Bolho geopend, daar de naam doorheen te halen. We hebben er toch eentje gevonden met dezelfde naam. Uit dezelfde regio. Ja. Oké, okay, wacht even. Misschien moeder en dochter. Nou, zij uh, uiteindelijk een mailtje gestuurd. Van, klopt het wel? Ja, klopt. Het bleek dus gewoon een onderneming te zijn. Je hadden twee, twee jumbo's hadden die. In West-Noord-Brabant. In nee, West en uh, ja, Die wou ons product hebben voor het bij het kerstpakket. Zo. En die hadden bol dus nog een bestelling gedaan. Die deed dus twee uh, bestellingen van partners in het kerstpakket. En de rest vulden ze aan met, uh, met spul uit de winkel. Ja, dat was wel echt een heel mooi moment. Zo, ja. Dat was echt ja. mooi. Dat was echt, uh, ja, en... was echt de goede orde. Dat was denk ik een melkpaal. En dat we, we hadden een bepaald omzet hadden we in gedachten uh, 2010. 22. En dan zijn we gewoon dan nog, weet ik veel, daar zijn we eigenlijk nog ruim over, overheen gegaan. En ja. dat was voor ons ook echt wel een moment dat we dachten van, wauw, weet je, we hebben de laatste maanden ook gewoon goed gedraaid natuurlijk. Dat zullen veel ondernemers hebben, mm -hmm. maar dat wij ook echt dachten zo, dit dus hadden we gewoon ook echt niet, niet te verdrongen. In, ja, dat ja, we ja. zo groeiden. En ja. ja, dat is ook wel een mijlpaal. Voor was dat vorig jaar, als ik vragen mag? Vorig jaar? voor de cijfers ja, ja, moet je echt. Voor, moet je even voor even. mij 146. <laughs> 146, zo. En dit jaar, nou, je wilt natuurlijk jaar op jaar worden dan... Dit jaar wil ik. Uh... Ah, ik heb, ik heb ik hou het een beetje bij. Ik zit tot nu toe zitten wij 2,5 keer boven hetgene wat we vorig, op, jaar. vorig jaar, ja. over, de, over dezelfde maanden. Ja. Nou ben ik wel benieuwd hoe het deze maand gaat uitpakken. Want... Ja, maar je kan niet op een maand nee, kijken, want dat is heefties, je uh... want, want ik zie wel soms ja. Dus, we hebben ook zo'n app-groepje overgehouden aan uh, Bollemiet. Uh... Ja, ja hé, hoe ging je je sales vandaag? Ja. Oh, dat ja. is in het begin super spannend. Dus ja. ik herken dat dan wel. Maar ik kijk niet meer op een dag, weet je. best wel zo'n dag, dan heb je heel weinig sales. En in één keer heb je superveel sales. Ja. Dus, uh, maar ja, die groei, ja hij, hij is dan, houdt al die groei bij. En dan kwam ik bij, ja, er zijn er zoveel. Ja, ik Geef meestal slaan waar we dan staan. Ja, 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 ja. ja. ja is leuk. En dat probeert hij meestal s ochtends om een uur of zeven. Dat je gelijk dus wakker ben bent. dan ben ik net wakker. <laughs> Vol met enthousiasme. <laughs> ja, ja, echt. <laughs> ja, maar goed. Ik heb uh. ik geen ochtendhumeur, dus dat gaat prima. Maar. Oh, ja. <laughs> Ja, dus dat zijn wel meldpalen, Maar we proberen ja. het ook altijd wel toch op een of andere manier wel... Ja, nou het 4 is misschien een groot woord, maar er wel echt bij stil te staan. Van, goh, weet je, weet je, we hebben best wel dingen gehad, maar het gaat echt wel goed. En, uh, ja. En, en ja, nou ja, dat wel denk ik vooral. Ja. Ja. En Q4 moet nog komen, hè? Ja. Dat is nog wat bizarre ervan, ja. Hoe ja. bereiden jullie eigenlijk voor op, uh, op Q4? Nou, we hebben gezegd, we, we hebben in het uh, eind vorig jaar hebben we gezegd... we moeten zorgen dat we genoeg voorraad hebben. Ja. Want één product van ons, wat dan ook nog goed loopt... loopt in de winter nog harder. En dan komen we ook nog de feestdagen erbovenop. Dus dan is het echt een uh, feest. Dus wij zeiden, wat we moeten doen is... in augustus zorgen we dat we genoeg inkopen met de boot... zodat onze verzendkosten laag zijn. En dan hebben we het. Ja. En dat en dan hebben eigenlijk, we eigenlijk ook gedaan. En dan eigenlijk vanaf nu, wat, we, wat, ik, wat ik net ook al aangaf van tevoren wat we eigenlijk nu doen is gewoon... Uh, structureel een bestelling plaatsen... die dan weer naar de boot toe kan. En dat het eigenlijk maandelijks gewoon... Nou, of eigenlijk niet eens, maar we twee, weken, twee drie, we proberen eigenlijk om de twee, drie weken al een nieuwe voorraad binnen te krijgen. Dat we het toch lopend kunnen houden. Dat we genoeg voorraad hebben. Ja, want ja. vorig jaar waren we er niet op voorbereid Nee, vorig jaar de weg. Oh, ja. Totaal niet, omdat we gewoon niet wisten dat het zo druk zou worden. Uh, toen hebben we nog best wel veel via het vliegtuig laten gaan. Dus we oh, proberen wel... Ja. Uh, de jackpot ja. ja. Ja, en uiteindelijk uh, ja, uiteindelijk denk ik dat we er nu meer aan hoeven. Of ja, denk ik niet, weet ik zeker. Ja. Uh, ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is om al echt op tijd te beginnen tijd te van beginnen. Goh, wat, wat verwachten we maar ook wat is, wat is een goed moment om al ja om aan te sturen of niet ja. alleen ja als je net het beginnend bent dan is dat nog wel wat moeilijk denk mm -hmm. ik om dat helemaal in te schatten maar voor nu weten we wel mm -hmm. dat de... en zelfs voor nu vond ik het nogal vrij lastig. wanneer wanneer plaats ik die bestelling wanneer ja. laat ik hem komen wanneer is nou ja. op tijd nou echt tijd augustus is al juni uh, de, ja. de ene keer begint het bijeen spreken begin het uh, eind september en de volgende keer begint het eind augustus dus een beetje ja. Zoeken, nou hadden gelukkig toch nog genoeg voorraad liggen, dus dat was het probleem, niet helemaal. Ja. En de boot dus... is snel met bonhoekvoorwaarden, heb ik begrepen. Ja, we hebben een extra motor geïnstalleerd. Ja. Dus extra... Nee, maar dat is wel, uh, het is heel uitdagend met Q4 altijd. Wat je zelf ook zegt, je weet niet hoe, hoe reageren de sales. Voor de ene persoon is het compleet anders dan de andere. ja, het, ja. ja, ja. ja. Super spannend, dadelijk zeker met, met Amazon erbij. Wordt het helemaal... Uh... ja, dat, oh, ja, dus, dat ja. is ook nog eens... Uh, Wordt helemaal ja. een uh, Ja, en dan uitdaging. leg je daar neer? En, uh, ja. Maar goed, dat is ook ervaren, denk ik. Dat is gewoon... Dat uh, gaan we wel zien. Ja. Jullie hebben ruim ingekocht in ieder geval. Er uh... <laughs> ja, is goed. onderweg, daar gaat het eigenlijk nog een vraag. dus... Ja, ja, en we, we hebben het nu goed. ook met de leverancier. En dat is wel mooi, als je uh, wat langer verkoopt, denk ik, dat je een betere band met je leverancier krijgt. die leverancier, die zegt gewoon nu... Eerst deden we... 30% aanbetalen, laten maken en daarna 70%. Hmm. Maar nu zegt ze gewoon, uh, ik laat het maken, we betalen niks, supergoed voor onze cashflow. Maar ze maakt ook nog zo'n voorraad dat er gewoon eigenlijk altijd voorraad is nu op oh, dit ja. moment. Dus dat is wel. Uh... Ja, en zou het zelf, zeg maar, uh, zou het zelf haar voorraad levend? Als wij een bestelling doen, ze dus weten dan wat, ja. Stel we kopen 500 stuks van eentje, zorg zij dat er niet 500 liggen, maar dat er gewoon 1000 of 1500 altijd liggen. Ja, dat is direct. Uh... Ja. Precies, ja. ja. Dat is wel mooi. En dat met eentje die niet zo heel goed Engels kan. Ja. Beste raad is voorraad, toch? Ja. ja, ja. ja. Beste raad is een Chinese soep die goed Engels kan. Ja. <laughs> dat is niet makkelijk. Nee. Nee, nee dat lief ik ook wel vaak tegenaan. Ja. Zijn er wel, wel, wel factoren die je dan ook meeneemt in het valideren van een bedrijf? Want... Als ja. ik met een leverancier praat, die niet eens Engels kan praten of heel slecht communiceert, ja. überhaupt. Dus hè, er zit een dagreactietijd tussen. En dan weet ik al van ja, het ja, dus... is geen professioneel bedrijf. Dus het product zal waarschijnlijk ook niet goed zijn. Nou, dagreactie... Maar de dagreactietijd daar viel bij viel wel mee. Maar ja. nou, we hadden eigenlijk weinig keus. Hetgene wat wij zochten en het type wat wij zochten... Ja, had zei Was, was ah, eigenlijk een van de... Ja, zo niet de enige. Maar aan de andere kant ben ik, ben ik zeker gevoelig voor communicatie. Zeker, absoluut. En ja, ook gelijk accuraat. Alleen, ja, je merkt... In China werken ze altijd, hè. Dus als ze achter het stuur zitten, dan... Uh, ja, wacht even. Ik, ik doe het dadelijk, want ik zit nog achter het stuur. Oh, <laughs> ik weet ja. het wat allemaal noemen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar uh, ja, dat is wel... Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Van uh, een, 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 een dat, of, uh, de, dat is ook wel een stukje gevoel, maar ook wel wat zie je. Je, net wat jij zegt, reageren ze binnen een aantal uur. Krijg je überhaupt antwoord op de vragen die je in het stelt. Ja, ja. 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 ja daar ben jij wel van. Jij bent echt wel van dat stukje van... Zij is heel gevoelig voor mensen die... Ja, slecht zei, communiceren. Ja, slecht communiceren. Ja. Nee. Te laat wat communiceren. Vervolgd, <laughs> is het zo? Nee, maar, nee, maar ja. Het is denk ik wel belangrijk. Ja. Contact met je leverancier is dat altijd belangrijk. Je, moet wel een, je, ja, je legt wel genoeg geld neer, dus het is wel fijn als je krijgt en kwaliteit uh, krijgt. Maar goed, dan nog, weet je, sommige zijn ook helemaal samples inkopen... en dan ondertussen krijg je nog een voorraad die dan niet, niet, uh, niet goed is. Ja. Ja, we hebben ook wel eens een gevallen gehad, maar dan zoeken we weer een andere. Weet je, dat is ook een beetje je verlies nemen en doorgaan, denk ik. Ja, ja. klopt. Trial and error. Kom ja. elke keer op terug. Ja. Ja, fouten maken, op je bek gaan... Uh... Ja, ook mijn leveranciers, ja, ja. Dat zijn ook externe factoren, Daar heb je geen controle over. Nee, je kan dat, niet, dat kan je niet altijd voorkomen. Nee. Hij nee. ja, kan misschien een Engels cursus meesturen zodra je met een, <laughs> een leverancier Maar uh, dat ja. is het ook. Ja, ja. Nee, nee ik, uh, ik denk dat er wel zijn. Ja, leuk gesprek, heel ja, dynamisch zo. ook. Ja, vooral mooi om te horen hoe jullie natuurlijk ook zijn gegroeid en ja. de processen, vooral het persoonlijk natuurlijk. Want het is niet alleen een groei van een ondernemer, het is ook een persoonlijke groei van jullie, jullie beiden natuurlijk. Ja. En ook hoe je samen dan ja, je kracht uiteindelijk bundelt om je output te maximaliseren en de groei nog uh, beter te kunnen verwezenlijken. Ja. Ja, leuk. Klopt. Nice. Nee, top. Nou, voor de luisteraars, ik wil jullie natuurlijk ook bedanken voor, uh, voor het kijken, voor het luisteren. Hopelijk uh, hebben jullie wat van opgestoken. En uh, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ciao, ciao.